Hallo Black Legion en welkom bij Rise of the Triad. En daar komen Duitsers aan. Oh nee. Oh, ik kan mikken. Kan ik mikken? Ik kan mikken blijkbaar. The fuck mik ik. Is het geen geweldig mooie game? Het draait zelfs in DOSBox. Dus zo'n oude game dat het geëmuleerd moet worden zelfs op de PC. Je ziet wel hoe mooi het eruit ziet. Maar zometeen komen we met een nieuwe. En dat is de remastered versie van deze. Maar het gaan we er puur even om. Ik loop heel snel deze door, een klein stukje. En straks het begin van Rise of the Triads Remastered kun je zien dat het exact hetzelfde is. Alleen echt helemaal aangepast en het ziet er wel mooi uit. Alleen dit is de oude game, dit is echt gewoon Duke Nukem 8-bit old school stijl zo'n beetje. Die deur, we gaan niet open, daar staat een dude bovenop. Maar ik kan niet meer mikken, ik weet niet meer waarom. Vroeger, oh, hij dondert naar beneden, goed zo. Ziet eruit als Hitler met een snor. Ik weet niet meer hoe je de fuck je moest mikken. Die game is echt raar. Je kunt namelijk lopen met je muis ook. Dus dan moet je met je muis naar voren en dan naar achteren. En dan kun je heel snel lopen zoals je ziet. Als je DPI hoog hebt, dan gaat het heel snel opeens. Dan ben je echt aan het speedhacken bijna. En je moet lopen met je pijltjes toetsen. Dat is gewoon een rare game. Een beetje raar. Maar ik weet dat je hier door de deur kunnen. You eat some monkey meal. Ik weet alleen niet meer hoe. Zo, blijkbaar. Oh ja, ik volg lui. Oké, okay, dus we gaan hier door een deur. Gaan we er even om dat je... Ga open, deur, dank u. Ziet hoe en wat. We komen hier binnen. Hier. We draaien ons om, daar zie je van alles. Daarachter ligt een rocket launch, maar daar kunnen we niet bij. Hier hebben muren, daar hebben we de buitenkant. En ja, zo zagen games er vroeger uit. Toen ik ze nog speelde, zo'n beetje... Ja, we zijn een heel stuk naar voren gegaan als je dan Crysis 3 bekijkt. I know. Ga open de... Ik weet niet meer hoe... Oh, nee, heel veel netjes. Ik ben niet super goed in deze game. Dit zit bij de Apogee Throwback Pack. Dus je denkt van... Oh, sterf jij van een nazi. Oh, er vloog een oog voorbij. Dit zat erbij als je Rise of the Triads kocht. Dan kreeg je de Apogee Throwback Pack. Wat 4 oude games zijn. Allemaal in dezelfde stijl als dit zo'n beetje. Maar puur omdat het... een remaster is van deze game. Dus wat zie je hier? Hier heb je een base met een bounce pad. Daar loop ik nou overheen. En daar allerlei soort van lift dingen. Daar allerlei dingen. Hier kun je naar binnen. Of naar binnen eigenlijk doorheen lopen. En that's it. Touchplate triggered. We zijn dood denk ik. Ja, we zijn dood. We zijn in vlammen opgegaan. Oké. Dat was dit. Dan ga ik nu... Zimzalabim, over naar het nieuwe. Woosh, en daar zijn we bij de nieuwe Rise of Triad. Rise of the Triad, beter gezegd. Deze is dus ook gewoon te koop via de Steam Store. Ik weet niet of je de Apogee Throwback Pack er nog bij krijgt. Moet je even nadenken hoe het heette. Maar dit is dus de echte Rise of the Triad. En je zult zo meteen zien dat het exact hetzelfde uitziet als de oude. Dus het is echt... Een remastering en dus een hele verbetering. Want zo net kon ik niet aimen, niks. En dat komt zometeen helemaal goed. Ga even snel de opties bekijken. Als je de game launcht heb je echt een belachelijke lijst aan opties. Echt gigantisch veel kun je instellen. Dat is dus super goed. Want je kunt echt van alles tweaken zoals je het zelf wil hebben natuurlijk. Hierin zijn de video opties wat minder natuurlijk. Maar dat is allemaal van de launcher. Dus staat er ook advanced graphic settings are available from the launcher. En daar zit echt heel veel settings in. Verder de audio. Je kunt classic mode enablen of disablen wat je net wil. Ik denk qua muziek, weet niet zeker. Maar verder de controls. Zijn er ook niet zo heel veel meer verschillen dan met elke game, zeg maar. Zijn er genoeg, maar niet zo heel veel verschil met normale dingen. En we gaan gewoon even de singleplayer starten, gewoon vernieuwen. Ik heb echt niks gespeeld haast, dus. Dig My Grave... Dat is... The enemy will devour me. Dig my grave now. I'm a you, Talmoy. Elke keer staat er iets anders. Will of Iron, News of... Knees of Jelly. Which part is the trigger? Dat blijft altijd hetzelfde. Nee, Will of Iron. En we gaan gewoon even normal. Ik vind het wel prima. Ja, I don't fucking care. Dan moeten we een character kiezen. We gaan voor de lekkere... Nou ja, lekker. We gaan voor een ginger... Die haar shirtje een beetje te ver open heeft. En Apogee Software. Ik denk dat niemand dat kent. Maar Yves en ik kennen dat wel. Van Hocus Pocus.
Dat was fucking badass. Hocus Pocus is fucking cool. Is ook zo'n DOSBox game, ziet er ongeveer hetzelfde uit als die oude Rise of Triads. Alleen was dat een 2D platform waar je van alles moest opzoeken en doen. Dat was gewoon fucking vet. Dat was echt vet. Maar dit is de intro, dat is allemaal van die text-based shit. Gaan we even niet doen. We gaan het gewoon even skippen natuurlijk. Dit is de mission briefing. Hier zijn wij. Hier moeten wij helemaal langs. We zijn nou bij episode 1, level 1. Press any key to continue. Krijg je muziek en je ziet al wat gameplay beelden. Nou, het is niet helemaal het video. Dit is daadwerkelijke gameplay. Ziet dat er niet een stuk beter uit dan zo net? Inderdaad, we hebben roze nagellak op trouwens. Dat vind ik iets minder fijn. Maar de handen zien er goed uit. Het is geen fucking plakplaatje meer. Het gas ziet er mooi uit. Die game ziet er serieus wel mooi uit. Alleen de lighting is een beetje flippy bij mij. Ook al is het wel op 60 fps. Recording locked en V-Sync's eraan. En dan nog krijg je die screen tearing-achtige zooi bij die flitsen. Ik kan er vrij weinig aan doen. Ik weet alleen dat wij hier een lichaam hebben met darmen en een hoofd. Wat moved. Het hoofd ziet er eigenlijk wel heel goed uit, moet ik zeggen. Maar we hebben ook enemies. En mijn aim is gelijk al verneukt. En we hebben ook HP. Dat zie je links onderin. 91% HP. Unlimited ammo in ieder geval. Oeh, oeh. De Duitse komt. Schiet hem in zijn knieën. Je kunt hem echt dismemberen. Oeh. Dat wist ik nog niet eens. Dan maakt die game al gelijk een heel stuk beter. Oh ja. En het probleem wat we net hadden was dat ik niet naar boven kon mikken. Ik weet niet of daar iemand is. Maar daar wel. In zijn knieën. Ach. Jochie toch. Daar leg je dan. Zonder hoofd zometeen als ik mijn zin krijg. Krijg ik niet echt. Game. Ik wil zijn hoofd eraf schieten. Yay! Dankjewel, game. Dat lijkt me een Surgeon Simulator half. Qua dame en... Maar het hoofd ziet er wel mooi uit, moet ik zeggen, trouwens. Ik ben aan het spelen met lijken. Goed bezig. Maar deze deur is niet open. Achter deze deur zijn namelijk de Rocket Lounge. Maar ik weet niet precies hoe je die Rocket Lounge ook weer krijgt. Ik heb geen idee. Maar je ziet de vergelijking wel met die andere game. Hier was de deur. Hierachter was de base. Hé, kijk! Een base. Oh, hij is surrendered. Dikke vinger. Dat doen we niet aan. Hij surrendered ook al. Mijn aim is ook slecht, maar de sensitivity staat van niks. Komt eigenlijk op neer. Hey, kijk, een springplank. Wee! Hallo meneer. De officer. Oh, we zijn bijna aan doodgaan. Au. Pistol power. 21% AP. Staaf. Oh, dat is een automatisch geweer. Au, dat doet automatisch veel meer pijn. Oh, die sensitivity is echt verneukt. Maar we hebben een wapen. Yay. En het wapen is raar. TV. Kim Jong-un! Dat is Kim Jong-un! Hey, jonge man. Gaat het mee? Oeh, wow. Au. 1% HP. Fucking badass. Zo'n rocket launcher. Wie had dat gedacht? Ik niet. Maar, zoals ik al zei, de game ziet er een klein beetje anders uit. Klein beetje maar. Verder dan dit ben ik vorige keer niet geweest natuurlijk, maar... Zoals je ziet... Is het echt belachelijk veel anders. Het ziet er echt duizendmaal beter uit. Daar ligt armor. Hé, een mok. Wat een mooie mok. Wat een mooie mok. We hebben bullet armor. Mooi. Wee. Ze kunnen wel maar naar binnen jumpen trouwens. Kunnen we er ook overheen? Nee. Is die deur al open? Nee. Oh, deur is open. Yeah. Zo deden we de deur open. Fucking badass. We hebben HP terug. Fast food. 5 van de 18. Blijkbaar. Rocket launcher. Na na na. Ik heb een rocket launcher. Ik ben net een klein kind nu. Heel blij. Met mijn zoon net verkregen. Rocket launcher. Hey. Niet schieten op zicht. Hendel over. Hallo. Vliegen. Vlieg keer 2. Oeh, daar komt 1 dude dichtbij. Rocket jump. Dat kan. Die dude is ook dood. Nog meer? Volgens mij niet, hè? Nee. Oh, kijk. Cirkelzagen. Zo, hier. Ik weet één ding.
En dat is... Oeh, fuck, dat ik aan het vliegen ben. Dat hier een secret is. Als we hier naar buiten gaan... Waarom kom ik de vorige keer naar buiten? Ik kom toen naar buiten. Oh nee, dat is via hier. Blazen we eerst dat even op. Dat is makkelijker. Springen we hier door. Secret area. Wee. Lopen we hier naar voren. Maar die game ziet er echt goed uit. Hij speelt lekker. Alleen is Steven, die moet ik eens even aanpassen. Maar het is een fijne shooter. Het is echt wel een leuke game eigenlijk. Moet ik toegeven. Het is echt een leuke game. Ik heb nooit Our Rise of Triad gespeeld. Echt nooit. Maar ik vind deze game er wel mooi uitzien. En het speelt leuk. En het is wel grappig. Het is gewoon een beetje een... Eigenlijk een soort mindless shooter. Waar je wel natuurlijk scoren moet halen. Zoals je bovenin beeld ziet. Complete 20%. Maar... Het is wel vet. Hier hebben we niks te halen, denk ik. Oh, we kunnen die hendel overhalen. Voor de deur. En als we niet akkoord gaan met de deur. En we zeggen van we willen meer hebben. Als het goed is, als we scrollen. Ja, dan krijgen we dual. Die is mooi reload. Dan daar ligt iets. En eigenlijk wil ik dat hebben wat daar ligt. Die dingen gaan niet kapot. En we gaan doodschouw als we erin springen. Auw. Ik ben bang voor die dingen. Jee, we zijn er. Wat is het? Hand. God mode. Holy crap. Nog nooit gebruikt. Ik weet ook niet wat het is. Ik heb die game nooit gespeeld, zoals ik al zei. De oude dan toch niet. Oh, er wordt beschoten op mij. Oh nee, God mode. Iedereen dood. Holy crap. Hey, vind je het normaal? Ik ben God, zoals niet. Bliksemstralen, omdat het kan. Zo ver ben ik nog nooit geweest in die hele game niet. No entry. Ik ben God, fuck off. God heeft overal entry. Oké, God heeft niet overal entry blijkbaar. Sommige deuren zijn ook voor God gesloten. Uh-oh. God mode knippert, ik ben bang. Gebruik God mode snel voordat het op is. Oeh, fuck, rocket launcher. Dat was een slechte overgang. Sterf daarboven. Mooi! Er zit destruction in de game. Dat wist ik ook niet. Waarom weet ik dat allemaal niet, game? Oké, we hebben alleen maar terug weer dual pistols trouwens. Die rocket launcher gun die we hadden, die grenade launcher meer gezegd, die is weg. Die is footsie, die is met de Noorderzon vertrokken. Die was niet eens met hoe wij met haar omgingen. En die zei, fuck you. Maar er zit destruction in de game, zoals je ziet. En ook Nvidia Physics trouwens, dus ik had wel kunnen weten. Ik reageer gewoon verrast omdat het kan. Ik weet trouwens niet wat melee is. Fool me once. Rocket launcher. Hallo. Oh. En ammo is op, dat kan niet. Toen is er reloaden. Dat zal het om zijn. Ach, waarom doe ik moeilijk? Staff. Rocket Scientist. Oeh, wij krijgen een achievement game. Wat aardig. HP. Ben ik niet nodig. Waar de fuck is... Er was hier net een lifting. En die is nu pleitos. Oh nee, die is daar. Lifting. Kom hier. Jee, we zijn er bovenop. Muntjes. HP. Fuck, komen we nou weer uit? Oh, daar. Oké, ik ben even de weg kwijt. Maar ik weet niet, ik vind het een leuk game. Ik vind hem zeer leuk. Kan ik daar boven langs? Nee, zeker. Oh. Rocket launcher power, bitch. Dat had jij vast niet gedacht. Uh-oh. What got zooks? The fuck is dat nou weer? Nee, de deur is dicht. Gatsuks. Zal wel jodverdomme zijn. Wow, wat een mooi kwam jij van die lift af, jongen. Zo stijlvol. Oh, daar is iemand. Daar is ook iemand. Staff, allebei. Oh, oh. Wee. Nee, ik wil deze kant op. Die bounce pads zijn echt leuk. Wee. I'm a plumber by trade. Mooi, er zitten echt leuke achievements in. Kan ik hier naar beneden springen? Yep. Wee. Dat is cool. Kan ik hier rond op? Oh, secret area discovered, denk ik. Wee, I'm a plumber. Ik ben gewoon Mario. Deze game. Oh, ik hoor iemand schieten. Of er ontploft van alles. Ik denk schieten. Ik weet niet zeker. Op de lift. Ik sta niet op de lift. Ik weet niet of je dood kunt door de lift trouwens. Heb ik niet getest. Ik sta op de lift dus. Fucking care. Als nou iemand voor me staat, hè, dan ben ik ook echt zo... Stom om die rocket launcher te gaan gebruiken. We kunnen door een ventilatieschacht. En daar vinden wij een secret area. Holy fucking crap, wat is dit?
Nee, Rocket Launcher, waar onze tijd is geweest. Achteruit, want anders gaan we dood. Jee, deur is open. Sesam open. Wat is hier te beleven? Ik heb geen idee, hier zijn kistjes. Oh, TT! Ah, dat las ik te laat. Goed bezig. Ik zag later pas dat er TNT op stond. Applaus voor mezelf. Oh, dat brandt dat zeker. Oh, dat brandt niet eens. Jee, medium secret area discovered. Omdat die gewoon groter is, is that it? Voor de rest ligt er niet eens wat. Ligt niet eens een wapen. Game toch. No entry, daar kunnen we niet in. Kunnen we hierin? Oh ja, dat kan. Wow, napalm gun. Holy fucking crap, wat een zieke gun. Oeh, jij gaat dood. Jij gaat branden in de hel. Ja, jij gaat handelen in de hel. Jij ook erboven. Dat zeg ik. Jumpy jump, waarom gaan we jumpy jump doen? Oh, daar. Oké, mijn leuke gun is op. Spijtig genoeg. Muntjes. Muntjes. Geen idee wat je... Ja, die munten zijn voor combo. Of voor scoren. That's it eigenlijk. Peter zit niet weet. Fuck off. HP. Ik ben echt nog steeds een beetje leren aimen in die game. Nou, eigenlijk moet ik gewoon mijn sensitivity niet aanpassen, maar daar heb ik geen zin in. Staff. Ik heb geen idee eigenlijk wat de hele fucking bedoeling is van die game. Qua story en shit, maar het zal vast wel goed zijn, want het is een oude game. Dat klinkt heel dom. Maar oude games, over het algemeen, hadden altijd wel een goede story en gingen altijd lang mee. Alleen nu ziet het er allemaal wat lelijk uit. Dat is eigenlijk de enige klacht wat je kunt maken. Zeg maar, als je zo net de oude versie hebt gezien, wat je hebt gezien als het is. Dan ziet het er natuurlijk lelijk uit. Maar voor de rest waren die games altijd wel goed, vond ik. Ik speel liever nu nog Rollercoaster Tycoon 1. Omdat je nu zegt dat ik Rollercoaster Tycoon 3 moet spelen. Het enige leuke aan Rollercoaster Tycoon 3 was dat je... waar de fuck is die dude? De fuck ben je aan, gast. Ga naar beneden. Rocket jump. Nog iemand. Fuck jou. Rocket jump. Maar ik zou liever Rollercoaster Tycoon 1 spelen dan 3. Als ik eerlijk ben. Oelala, wat een lekker ding. Psst, if you hold action long enough, a BFG will spawn here. Oké. Okay. If you're reading this, your score is probably very crap. Nee, valt eigenlijk wel mee. Look up Opai Masturbate. Wat? Triangle pervert found. Run down, mooi. H2 teabag. Ik ben nog steeds... I am beautiful. Oh ja, zeker weten. Ik hou action key nou nog steeds vast trouwens. Die game zei, als je action key lang genoeg vasthoudt, dan spawnt er een BFG. Daar. Ik ben benieuwd of dat daadwerkelijk zo is eigenlijk. Die game zal ook wel zo zijn dat het wel zo is. Zie ik die game wel vooraan. Die game heeft humor. Wel flauw humor, maar dat is leuk humor. Ik wist gewoon dat dat iets ging zijn, dat kon niet anders. Mijn rocket launcher! Oh fuck. Wow, nice. Zo hoort dat. Oh, we konden hier ook naar boven. Gaan we hier ook nog even naar boven. Auw. Oké, je kunt niet dood door dingen, dan hebben we dat ook weer getest. HP. Barrels. HP, wat ik niet nodig ben. Jee. Oeh, muntjes. Aim skills van Jan lijkt me kloten. Kan ik ook via beneden? Ja toch? Ja. Oh, hey, nee. Nee! For fuck's sake, game. Yay. Small secret area. Alweer. Er zitten echt heel veel secrets in de shit. Ik weet niet. Oude games waren gewoon goed qua exploration en shit. Er zitten altijd heel veel secret areas in. De story is altijd wel leuk. De games waren lang. Over het algemeen. Ik weet niet, het was gewoon altijd fucking badass. Maar we hebben level complete. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. We hebben niet alles gedaan zoals je ziet. We hebben aardig wat gemist.
We hebben enemies killed 51 van 52. Dus we hebben één enemy laten leven, blijkbaar. Er waren nog veel meer coins te verzamelen. We hebben er 5 minuten over gedaan. Time bonus krijgen we daarvoor. Seekers hebben er maar 6 gevonden van de 11. Hè? Ik heb redelijk rondgerend. Niet overal gekeken natuurlijk. Maar er zijn nog steeds 5 fucking seekers te vinden. HP is 99%. Scoren. Nou, area. Qua episode 1. Level 1. In the thick of it. Dat was onze... dat is de naam volgens mij van dat ding. Of dat is onze difficulty. Een van de twee. En de ranking is 4 sterren. Dus op zich heb ik het niet slecht gedaan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ook even zo de intro qua oude game. Om gewoon even het verschil te zien in de remastering van de game. En ik vind dat ze echt een heel goed werkje hebben afgeleverd met deze game. Het is een leuke game om te spelen. Ik speel het met plezier. En ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk vonden. Ik zie je weer in een andere video. Laters. Wil jij altijd de beste deals hebben en vertrouwd games kopen? Zonder op allerlei websites een account aan te maken? Dan ben je bij Kingwing aan het juiste adres. Voor meer informatie klik op de link in de beschrijving.